Hey Schenk, lig je daar ook wel eens wakker van? Heb je eigenlijk een wereldronde gespeeld, maar toch één of twee holes verpest omdat de bal geschenkt werd en eigenlijk haaks naar rechts vloog? Dat is natuurlijk onwijs vervelend en daar gaan we een driver range drill voor doen. Deze hele winter kan je dit doortrainen, zodat je controle krijgt over je lichaam. En dat kan één van de oorzaken zijn wat een schenk veroorzaakt. Een schenk ziet er als volgt uit. Op het moment dat wij een zwaai maken en ik ga te veel naar beneden, komt de club naar voren en raak hem heel erg aan de binnenkant van de steel. Het kan ook zomaar zijn dat we omhoog gaan, heel veel kracht willen leveren, vanaf daar naar beneden en dat we hem ook aan de binnenkant van de shaft raken. In dat geval veroorzaakt het een schenk, gaat hij naar rechts. Wat gaan we doen? Je pakt een flexstick uit je tas of een tweede club en die ga je op de grond neerleggen. Je zorgt in eerste instantie dat je voor jou de natuurlijke normale setup inneemt. Voor mij is dat deze. Vanuit daar leggen we twee ballen erbij, eentje dichter bij jezelf, eentje verder van jezelf. Je gaat klaarstaan en je gaat proberen vanuit deze setup alle drie de ballen te slaan met het juiste balcontact. Dat ziet er als volgt uit. Bal 1. Bal 2 mag je adresseren, maar de kunst is dus dat we wat naar beneden gaan. Bal 3 mag je hier adresseren of hier, maar de kunst is dat we meer omhoog zullen gaan. Op het moment dat het bij alle drie lukt, zul je zien, dan is de schenk verleden tijd. Succes met trainen.